Hoe Ado mijn passie werd. Op 26 december 1956 ging ik voor het eerst naar Ado. Die tweede kerstdag was het koud. Het sneeuwde. Ik speelde buiten toen mijn vader en opa het portiek afzag zag komen om naar de bekerwedstrijd tegen Volendam te gaan. Ik zei: Ik wil mee. Mijn vader zei: Nee, je bent nog te klein. Het is te koud. Mijn opa reageerde: Laat hem meegaan. Dan weet hij direct wat het is. Het was het begin van mijn passie voor ado. Waarom? Die dag vond ik het voetbal fascinerend. De vele mensen op de tribunes die op van alles reageerden wat er op het veld gebeurde. Ook heel bijzonder was dat voor de aftrap de keeper van Volendam werd gehuldigd, omdat hij zijn 250ste wedstrijd speelde. Jaap Aaltje Keizer heette hij. Aaltje? vroeg ik aan mijn vader. Dat is toch een meisjesnaam? Klopt, zei mijn vader. In Volendam heten veel mensen Jaap. En ook Keizer. Om toch te weten welke Jaap Keizer hij was... werd de naam van zijn moeder ertussen geflanst. Dat seizoen, 1956-1957, was een prachtige tijd voor ADO. Het werd kampioen van de eerste divisie A... en promoveerde voor de eerste keer naar de eredivisie. ADO zou gaan spelen tegen grote clubs als Ajax en Feyenoord. En beroemde spelers over wie je alleen maar last in de kranten... en hoorde vertellen tijdens het eten... Zoals Vaas Wilkes, die bij VVV speelde. Ado's tegenstander. in de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie. Wilkes zag ik van dichtbij. Ik keek naar hem alsof hij een wonder was. Een gesvanjeerde man die op stijlvolle wijze tegenstanders passeerde. Maar gelukkig won VVV niet. Dat deed Ado met 1-0 door een doelpunt van Mick Lavan. die ook heel goed kon voetballen. De mensen zeiden dat hij het zo goed deed. dat hij de bal op iemand stopdas kon leggen. Ado won als debutant in de Eredivisie thuis en uit van Feyenoord. Versloeg Ajax in het zuiderpark en won met liefst 6-2 van DOS, dat landskampioen zou worden. DOS met Frans de Munk, de keeper van Oranje, bijgenaamd de Zwarte Panther. Mijn passie voor Ado ging verder. Ik voetbalde er op bescheiden niveau, schreef voor het clubblad, want ik wilde sportjournalist worden. Dat werd ik ook en ik mocht als zodanig veel over Ado, inmiddels FC Den Haag geheten, schrijven. Ik werd bestuurslid en weer leerde ado Den Haag vanuit allerlei invalshoeken kennen. Toen ik stopte als bestuurslid merkte mijn moeder op: eindelijk tijd voor jezelf. Je moest zo nodig met de club getrouwd zijn, daarom heb ik geen kleinkinderen. Ik ging me eerlijk gezegd nergens tijd voor, behalve mijn studie, later mijn werk en boven alles ado. Aandacht voor andere dingen beschouwde ik als ballast. Zelf ontluikende aandacht voor mooie dames. Ik was getrouwd met Ado en woon zelfs praktisch in het zuidenpark.